Maar ik wil jullie gewoon even iets zeggen waarom mennen zo leuk is eigenlijk. Tranen kwamen naar boven omdat ik het gewoon oprecht zo mooi vond om te zien. Goed zo, ja, netjes jongens. En ik zit helemaal te shaken. Het is zo geweldig hier. De sfeer is een sfeer die ik nog nooit ergens heb meegemaakt. KNS-terrein, want vandaag is paard en koets. Nou, eigenlijk was het heel het weekend, maar vandaag zondag 6 november en ik ga vandaag naar paard en koets. Toen was het ook de laatste dag en ik heb hier zo oprecht enorm veel zin in. Zoals jullie weten ben ik bij Bram Schoon langs geweest en ik vond het zo enorm vet om bij hem achterop te zitten. Ik weet persoonlijk helemaal niks van men af. Ik had er ook altijd helemaal niks mee, maar ik vond het zo enorm vet dat ik echt gewoon afgelopen weken heb gezocht op internet naar marathonwagens voor Marley. Het zit een beetje aan de prijzige kant, maar leuk ideetje voor over een paar jaar misschien. Sorry voor de wind, in ieder geval het waait een beetje. En ik heb gewoon zoveel zin in het evenement dat het gewoon een totaal nieuwe wereld is. Equidé, horse fans, dat soort dingen, alle dressuurgrondwerk, vrijstelling, dat heb ik allemaal wel gezien. Dat ken ik allemaal wel. Al die stands met al die touwproducten, zo, dat heb ik allemaal wel gezien. Maar mennen, dat is echt een hele nieuwe wereld geworden. Dus ik heb hier zoveel zin in om dit allemaal soort van te gaan ontdekken. Ik ben wel alleen, want ik ga vandaag meelopen met Pam van Geloven. Zij is omroepster op dit evenement. Het leek me heel interessant om met haar mee te lopen, dus daarom ben ik op het evenement. Maar ik mag natuurlijk ook gewoon mijn eigen gang een beetje gaan en de shows mee zien. En Bram, die moet vandaag ook iets doen, dat had hij natuurlijk verteld. Dus daar ga ik ook nog even bij kijken. En dan neem ik jullie gewoon lekker mee. Jongens, ik ben binnen en het is nog geen 10 uur en ik heb een bandje gekregen. En dat betekent dat ik alvast naar binnen mag en de bezoekers nog niet. Dus het is echt nog mega leeg en zo. Dus ik ga even de tijd nemen om alvast snel te kijken. Voordat iedereen anders in de weg staat en zo. Dit is toch oprecht zo enorm vet. Kijk hoe mooi. Het is echt... Oh my god. Oh kijk, zo een wil ik er hebben. Ik ga jullie even... Zo een wil ik er. Met banden en dat je dan zo'n super chille stoel hebt en dan daar kan iemand naast je zitten en dan kan er ook gewoon mensen achterop zitten en dan kan je gewoon lekker zo gaan en de prijs laat ik maar even niet zien want daar word je niet gelukkig van, maar dit is een beetje het idee. Jongens, kijk hoe schattig, het is een miniatuur marathonwagen voor je Shetlander of zoiets. Het is echt geweldig, het is echt geweldig. Dit is ook wel echt heel vet hoor. Hoe mooi zijn deze dingen? Oké, dit is zeg maar echt het tuig dat ik wil. Dit is echt de perfecte kleur bruin. Ik zou al bijna een zweep gaan kopen. Oh, superleuk. Kijk, een bruine. Helemaal goed. Oké, ik loop hier dus al een tijdje rond, maar ik moet op zoek gaan naar Pan van Geloven. Maar geen idee waar ze is, ik heb ook geen telefoonnummer. Dus als ik er niet kan vinden straks, dan stuur ik maar even een mailtje. Ik ga eerst even weer terug naar de entree, want ik heb even een programmaboekje nodig. Want ja, anders weet ik niet wanneer wat is. Want het is natuurlijk wel leuk om even wat dingetjes te filmen. Maar ik vind het hier nu in ieder geval heel erg leuk. Oké, ik kan Pam nog even niet vinden, maar ik wil jullie gewoon even iets zeggen waarom mennen zo leuk is eigenlijk. Mennen kan je met elk pony en paard doen. Dus je Shetlander, waar je zogenaamd niks mee kan doen buiten de grondwerk en vrijstuur, kan je lekker een silkie achter doen. Of voor de verandering kan je gewoon eens met je paard. En je kan ook als je een wagentje erachter, kan je met meerdere mensen naar buiten. Dat vind ik een heel groot voordeel. Ik zou zo graag een keer met Shirt naar buiten willen gaan met Marley of met een ander paard. Maar ja, Shirt kan niet rijden en ik heb geen ander paard. En als ik dan een marathonwagentje heb, dan kunnen we gewoon samen naar buiten toe gaan. Dus dat lijkt me gewoon echt ontzettend leuk om te doen. En ja, gewoon, het is weer een hele andere wereld, zeg maar. Je kan weer alles opnieuw leren. En je kan natuurlijk gewoon recreatief rijden. Maar je kan ook wedstrijden erin doen. En dan heb je niet dat gezeik dat als je 18 plus bent geweest, dat je dan bij de paarden moet. Dan kan je lekker met je pony tussen de ponies blijven. En het is ook heel erg goed voor je paard om hem om de achterhand te trainen. En om hem eens zonder iemand erop, zeg maar, te trainen. En het is natuurlijk gewoon echt super leuk om te doen met een paard die niet meer kan gereden worden. Misschien heeft hij iets met zijn rug, maar dat hij nog wel voor de kar kan. Of misschien heeft hij iets waardoor, ja, ik weet niet. Er zijn zoveel mogelijkheden waarom je wel zou kunnen mennen. En ik wist het nooit. Deze wereld is echt helemaal nieuw voor mij. Ik vind het zo leuk gewoon. Eens kijken of we nog even een leuk paardje kunnen kopen. Oh, dit is leuk. Kijk zijn aftekening. Een koelert.
Ik liep er langs en ik zag ijs en ik kreeg zo oprecht veel trek in een ijsje opeens. Dus heb ik ijs gegeten. Nou, hallo, ik ben Pam van Gloven en ik ben omroeper. Dat doe ik in mijn vrije tijd. Want normaal gesproken doe ik andere dingen in het dagelijks leven. En we zijn hier op Paard en Koets. En dat is een ongelooflijk leuk evenement. En alles wat hier gebeurt is eigenlijk aan het rijden gerelateerd met een koets of een marathonwagen of wat er dan ook aangespannen kan. En we hebben al heel veel leuke dingen gezien. Onder andere de strijd der rassen. En dan had je een trekpaard tegen een Shetland pony en een Appaloosa, een spikkeltjespaard, hè. Tegen een tinker. Dus allemaal verschillende rassen. En die moesten allemaal hetzelfde traject afleggen. Maar we hebben ook clinics. Bram Chardon is hier geweest. En die heeft heel goed uitgelegd het rijden onder het zadel als ondersteuning van het mennen. Dus dat was ook heel interessant. En we hebben ook heel andere dingen. Het rassendefilé hebben we gehad. En de parcoursbouwer Jeroen Houterman is aan het werk geweest. Dus zo komen we de dag door. En er zijn heel veel mensen uit het buitenland. Die doen ook mee. En dat is wel spannend, want het is meertalig. En als het meertalig is, dan ja, soms moet je even helpen of vertalen of wat dan ook. En dat doe ik als omroeper. Ontzettend leuk om te doen. Ontspannen. Oh. Zo, ja. En weer die handen naar voren.
achterhoede kan laten. Hoi allemaal, ik heb eindelijk even rust gevonden, want ik heb jullie super veel bij te vertellen. Ik heb als eerste een paard en koets. Oh, de zon ligt, petje. Ik wil niet zo gaan staan. Oh, wacht, zo kan het wel trouwens. Want dan zie je zeg maar altijd de schaduw van dat ding. En ik dacht, ik moet jullie even bijpraten, want er is zoveel gebeurd. En ik kon allemaal niet gaan vloggen de hele tijd, want er is zoveel lawaai daar binnen door alle omroepers en geluid en publiek en zo, dat ik ook niet zo er tussendoor kan gaan lopen. Dus ik dacht, ik loop even naar buiten toe om jullie even een beetje up te daten. Als eerste was er die wedstrijd tussen die rassen. En het was zo enorm vet om te zien hoe ze met die paarden van Shetlander tot trekpaard. Echt zo van die stevige, dikke paarden. Om dat te zien. En ik kreeg gewoon een brok in mijn keel. Gewoon zo van tranen kwamen naar boven. Omdat ik het gewoon oprecht zo mooi vond om te zien. Sowieso ben ik al emotie. Vol, hoe noem je dat, aangelegd. Dat ik snel moet janken bij zulke dingen. Maar ik vond het gewoon zo vet en mooi om te zien dat die paarden zo racen. En die mensen, ja, ja, kom op, go, go. En zo leuk om te zien. En daarna heb ik me zo'n mensport abonnement aan laten smeren. Nee, maar die jongen die dat deed. Allerbeste verkoper die ik ooit heb gehad. Ik bedoel, bijna iedereen, ja, misschien als je jonger bent nog niet, heeft wel een keer gehad dat je ergens loopt en dan weer zo'n verkoper naar je toe komt om een van de krant of abonnement of wat dan ook aan te smeren. Hij is oprecht de beste die ik ooit heb gezien. En, maar niet alleen heb ik hem genomen omdat hij een beetje verkopertje was en ik me dat aan heb laten smeren, maar hij heeft me ook oprecht wat ideeën gebracht voor hem. We gingen een beetje aan de praat en want ik laat me niet zomaar zo'n abonnement aansmeren. En dan wil ik ook gewoon dingen weten en zo. En toen vroeg hij ook wat ik dus doe. En waarom ik hier ben. En omdat ik zeg maar film vandaag. En dus ik vertelde nou, dat ik freelancer ben. En video's maak voor de Penny. En dit soort dingen. Allemaal leuk en zo. En voor YouTube. En toen kwam hij dus met een idee. Waar echt iets goeds mee te doen is. Alleen het kutte is dat ik het niet aan jullie kan vertellen. Omdat het een idee is dat er nog niet is. En als er nou nu toevallig YouTubers of andere bedrijven kijken. En die denken van, hey, dat is een goed idee. En ik heb daar de komende twee jaar, omdat ik met mijn opleiding zit, gewoon nog geen tijd voor. Dus dan kan ik dat eventueel daarna gaan doen. Want het is iets wat niet vergaat of zo, zeg maar. En ik hoop dat na die 3 jaar ook niet iemand anders dit idee heeft verzonnen. Misschien kan ik het al ook al eerder gaan doen. Maar ik vind het vervelend dat ik het niet aan jullie kan vertellen. Maar ik denk dat je het allemaal gewoon wil. Je het natuurlijk echt weten. Dan kan je altijd even een berichtje sturen. Of ik antwoord, is dan de tweede vraag. Maar ja, het lijkt me heel erg leuk. Omdat ik dus zei, ik wil best wel graag veel meer van mennen leren. Omdat dit een hele onbekende wereld voor me is. En dat ik ook best wel graag met Marley zou willen gaan mennen. Buiten dat vind ik Marley ook wel best wel geschikt daarvoor. Hij is natuurlijk een daypony, maar hij is best wel stevig. Er zit best wel power in. Hij kan lekker snel gaan. Hij is nog niet heel erg wendbaar, maar dat kan getraind worden. Dus dat lijkt me ontzettend leuk om te gaan doen over een paar jaar met hem. En daarom dacht ik, nou, het is wel leuk als ik dan een tijdschrift heb. Kan ik er gewoon wat meer over gaan leren. Dus dat is hartstikke leuk. En net was echt zoiets leuks. Echt het hoogtepunt van de dag gewoon. Er was de show van de Friese. Met die mooie karren en die kledij en dat soort dingen. En Pam zegt, dus ze wilde de prijsuitreiking gaan doen. Maar ze hadden niemand, ja die meneer die dat altijd doet. Maar niemand op zich die hem helpen. Dus Pam zegt, Vlieda, ga helpen, ga helpen. Dus ik dacht van, oh my god. Dus ik moest helpen. En ik moest dus die bloemen gaan geven aan die mevrouw die had gewonnen. En iedereen de hand schudden, zeg maar. En die meneer deed dan de lintjes om. En toen werden op een gegeven moment ook nog foto's gemaakt. En oh, ik vond het zo leuk. Ik voelde me helemaal in het middelpunt staan. En dat was natuurlijk helemaal niet, want dat waren de prijswinnaars. Maar ik weet niet, misschien voor de mensen die op de tribune denken van, oh joh, weer zo iemand die een prijs komt uitgeven. Maar voor mij was het zo vet om te doen. En Pam zei ook van, ja, vrienden, is ook een kans, moet je gewoon grijpen. En dan moet je gewoon lekker doen. En niet nee zeggen, niet bang zijn of zo. Gewoon lekker doen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Pam is echt oprecht een geweldig mens. Als ik zo oud ben. Ik heb geen flauw dat oud ze is, maar het is natuurlijk ouder dan ik ben. Zou ik ook echt zoals zij willen zijn, gewoon hoe positief ze overal in staat en hoe druk ze nog bezig is. En gewoon naar het hobby, werk soort van wat ze doet. Echt geweldig. Deze dag is zo ontzettend leuk. Echt, ik wou dat jullie er allemaal bij konden zijn. Dus ik zou niet zeggen dat jullie allemaal moeten komen omdat het me opgedragen is. Ik zeg, jullie moeten allemaal komen omdat het gewoon ontzettend leuk is. En volgend jaar is er paardenkoets weer. Geen idee wanneer. Zoek op Google paardenkoets 2017 en dan komt er vast een datum tevoorschijn. En dan weet je dat het al een beetje rond dezelfde tijd van het jaar zijn. Dat wil ik altijd met een horse event zo. Dus dat. En Pam gaat ook waarschijnlijk dingen regelen. Dat ik naar Jumping Amsterdam kan toegaan en zo. En oh, ik ben gewoon zo blij. En er is iemand van het Friese paardenstamboek naar me toegekomen. Of ik ook video's wil gaan maken voor hun. En het is allemaal ineens een overwhelming. En ik heb het, moet ik zeggen, allemaal te danken aan jullie, aan mijn kijkers natuurlijk. Dus ik ben ontzettend blij daarom.
Want ik werk er hard voor, maar ik kan het niet zonder jullie. En ik ben echt 5 minuten aan het praten, maar ik ben zo blij. Nou, rij je nu met een tandem. En we maken gebruik van een tweehandig systeem. Je kunt ook Achenbach rijden. We maken het hier nu ietsjes makkelijker door met twee handen te rijden. Dus dat betekent dat we klemmetjes eraan hebben, dat we lussen maken eigenlijk van de voorleidsels en de achterleidsels aan elkaar. En dan kun je wat makkelijker sturen. Kom, doorstappen. Dus we komen nu net uit stal, dus we moeten nog een beetje losstappen. Maar ik kan dan nu eigenlijk al met een simpele beweging van mijn hand kan ik al sturen. Dus als ik mijn rechterhand, mijn buitenhand naar voren kantel en mijn binnenhand achterover kantel. Goed zo jongens, kom maar, stap maar door. Dan maak ik al een wending naar links. Het zal er bij tandem rijden natuurlijk wat lastiger, omdat het voorste paard loopt helemaal los. Er heeft geen steun van een ander paard of van een lamoen of iets. Die zit alleen maar eigenlijk met die leidsels. Kom, door, stappen. En de strengen zitten er wel aan, maar daar heeft hij verder geen steun aan. Dus je hebt altijd een paard voorop nodig wat van zichzelf een beetje voorwaarts is. Kom, door, stappen. Dus je zult straks zien als we gaan draven dat het ook makkelijker wordt. Dat je dan, kom, stap door. Dat voorste paard ook wat meer voorwaarts drang heeft. Kom maar. Kom. Goed zo. Goed zo, Reentje. Goed zo. Ja, netjes jongens. Maar eigenlijk het idee van dat wij hier rijden is dat mensen zelf kunnen rijden. Dus ik wil graag de leidsels aan jou geven. Dat jij het ook eens kunt voelen. Oké. Okay. Oeh, en stap jongens. Nou jongens, jullie zien achter mij dus dat de tandem zoals het heet. Ik wist hier nog niet eens van het bestaan van af voordat ik hier naar paardenkoets ging. Eerst hebben we even een stukje samen gereden. Dan ging hij alles uitleggen. Dat hebben jullie ook gehoord en gezien. Daarna mocht ik een stukje rijden. Kreeg ik de leidsels in handen. En echt super vet om te doen. Echt super. Als het ene paard stuurt, dan moet je ander. En dan moet hij weer schuiven met die leidsels. Nou, ingewikkelde dingen allemaal. Ik heb helaas geen beelden van. Want ja, ik heb niemand mee die kan filmen. En die meneer was heel erg aan het uitleggen wat ik moest doen. En mij aan het corrigeren, helpen. En soms even ingrijpen en zo. Dus ik kon ook niet echt aan hem vragen of hij mij wilde filmen of zo. Maar ja, jullie snappen het idee. Ik vond het wel heel gaaf om dit ook nog vandaag te mogen doen. En nog een beetje harder. Anders gaat het niet lukken. Hij zo kreeg het verre vers. Het is nu afgelopen en ik zit helemaal te shaken. Het is zo geweldig hier. De sfeer is een sfeer die ik nog nooit ergens heb meegemaakt. Toen, ja, jullie hebben net de beelden gezien van Bram Chardon die wint. En al die mensen die mee zitten te juichen. En als die foutloos is. En nou, is die nog niet eens over de finish gekomen. Maar gewoon door die laatste moeilijke hindernis, die hekjes heen. En die sfeer. En ik zat te trillen. Ik kon mijn camera niet meer stilhouden van de adrenaline. Ik dacht eerst dat het van de kou was, want ik heb het nogal koud. Maar de adrenaline. Oh my god. Ik kan dat gewoon niet met woorden omschrijven gewoon. En daarna nog heel gezellig eventjes achteraf gepraat met Pam. En Gijs Bartels kwam erbij. En oh, het was zo tof en dingen uitgewisseld en gesproken over dingen en even Horsie van boven gehaald over hoe dat was. Gewoon zo enorm speciaal hoe ze dat vertelde over dat ze mij kende van Horsie Fans en de doel en jullie, de doelgroep, dat het opent ook hun ogen, ook het bedrijfsleven hun ogen, omdat jullie een hele nieuwe doelgroep zijn die ze heel graag willen aanspreken. Omdat ze jullie nodig hebben op evenementen om bezoekers te trekken en het programma voor samen te stellen en dat soort dingen. Dus jullie zijn heel erg belangrijk voor dit soort evenementen en daardoor ga ik ook naar zulke evenementen, want het is onvergetelijk om hier naartoe te gaan. Ik ben een vaste bezoeker geworden van Paard en Koets, absoluut. Volgend jaar ga ik weer, het jaar daarna ga ik weer. Ik vind het zo enorm fijn. Weet je wat ik zou willen proberen? Ik wil morgen natuurlijk heel graag gaan inspannen. Misschien kunnen we ook wel iets van fixen. Dat ik Marley meeneem volgend jaar. En dat iemand dan hem gaat beleren of zo. In een kort uurtje natuurlijk, zeg maar. Misschien, dat lijkt me echt heel leuk om te doen. En dan kunnen mensen ook Marley zien. Ik weet niet of het mogelijk is. Ik weet niet of ze dat doen. Geen flauw idee. Het is een leuk idee dat het in me opkwam. Nou, zoals jullie zien is het echt. Mijn accu is leeg, dus ik ga het even heel snel afkorten. Ik loop naar mijn auto toe. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen en te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En laat even achter wat je er nu van vindt, wat je van Menno vond, wat je nu van Menno vindt. Of weet ik niet, laat een leuke reactie achter. En ik zie jullie gauw weer met een nieuwe video. Doeg!